zijn er weer uit. Ja, wauw. Echt vet. Super. We zijn op Zuidereiland. Yes, het is gelukt. Ja, heel blij. Het was wel een tochtje wel, hè, gisteren. Zo, dat was wel pittig, ja. Zo, ik denk dat ik ongeveer een uur van de 3,5 uur op de wc heb gezeten. Ja, die vis en chips zijn er helemaal uitgekomen. Ja. Voor mij ging het oké. Nou, ja, ook was, niet super. Ik was niet fit, maar nee. We hebben het overleefd. We hebben het overleefd, we zijn er. En daar zijn we heel blij om. Het zonnetje schijnt, het is echt strakblauwe lucht, heerlijk. Ja, lekker ja. We hebben voor vanmiddag fietsjes gehuurd. En, want, we gaan. Ja, we zijn in Marlboro, dus dan moet je natuurlijk wijn gaan proeven. Zeker. Dus dat gaan we lekker doen, heel veel zin in. Inderdaad. Nou, de fiets is er klaar. We hebben helmen op. Ja. Het is een soort van verplicht hier. Dus. Ja. Ik voel me net zo'n Duitser. Het is meer sociaal gewend, toch? Ja, maar inderdaad, we fietsen ook wel langs 80 wegen. Daarom. Nou, laten we maar gaan. Ja. Lekker plekje. Ja, ga ervoor. Je neus moet iets verder. En nog verder in? Ja. Ja, goed zo. Toch is dat bijzonder, hè? Wijn smaakt altijd zoveel lekkerder als je omgeven wordt. Zeker. Met dit. Dat is goede wijn. Ja? Oh, doe mij nog maar één. Ja, nog eentje. Glas nummer 2. Cheers. Lekker. Gnocchi en... Aziatische. Ik mis Azië, dus ik neem een Aziatische salade. Ja, lekker. Goedemorgen. Goedemorgen! We zijn in Abel Tasman National Park. Ja. En we wachten op onze watertaxi. Nou, daar wordt hij net aangereden, volgens mij. Ja. Hij komt er net aan. Ja, inderdaad. Dat is onze watertaxi. Heel echt leuk. Heel grappig. Moeten we dan nu al erin? Ja, dat denk ik. En dan rijdt hij al zo het water in en dan 3 kwartier gaan we ergens naartoe. En vanaf daar gaan we teruglopen, hè? Ja, we gaan naar Anchorage. En Abel Tasman, iedereen kent hem natuurlijk. Dat is onze Nederlands trots. Die heeft Nieuw-Zeeland ontdekt. Een soort van. Ja, en gaan even lekker wandelen. Ja. Oké, toch gaat beginnen. Kijken of we überhaupt kunnen vinden waar we heen moeten. Denk daarheen. Ik denk het ook, het is een coast Mooi, hè?
Schitterend. Proost. Cheers. Geslaagde wandeling. We hebben hier een dagje bijgeboekt. Het is hier vandaag schitterend weer. Heel lekker. En op de volgende bestemmingen niet. Het is 22 graden, zonnetje. En we zouden eigenlijk gaan kajakken, maar dat kost $100 per persoon, €60 per persoon. Zoiets. Dus we dachten, laten we maar gaan hardlopen. En dan langs het water. Leuk. Zien we misschien een beetje hetzelfde. Echt zin in. Dus ja, heb je er zin in? Super. En wat gaan we doen? 30 kilometer? Ja, ik dacht marathon. Ja, precies. Ja. Nee, de conditie is heel slecht, dus we gaan even weer beginnen met opbouwen. 10 kilometer denk ik. Hey prinses. Hey. Lekker dit, hé. Hey. Oh. We hebben de kussens uit de camper gepakt en hier neergelegd. Heerlijk. Het is echt stralend weer vandaag. Los genietels. Echt vakantie. Goedemorgen. Hallo. We zijn onderweg naar Westpoort. Dat ligt, zoals je waarschijnlijk wel verwacht, aan het westen van het eiland. Daar gaan we zeehonden bekijken als het goed is. Ja, als ze daar dat nog zijn. Hoop ik. We hebben nog gebeld, hè? Ze zouden er zijn vandaag, maar je weet maar nooit. 3,5 uur ongeveer vanaf hier. En even koffie halen zo onderweg. Muziekje erbij. Ja, podcastje. Komt helemaal goed. Dan komt het helemaal goed. Zeker. Het is een mooie weg in ieder geval. Het wordt mooi weer, toch? En het wordt mooi weer. We zijn aangekomen bij de vuurtoren, bij de parkeerplaats. En gaan een wandeling maken richting de plek waar de zeehonden zijn. Leuk. Ziet er al heel mooi uit hier, hè? Zo mooi. Nou, we hebben de zeehonden gezien, hè? Ja, heel veel. Ja, dat is echt leuk. Leuk om te zien. Nu gaan we lekker teruglopen en dan naar de camping. Naar de camping. Even inchecken, eten maken. Dus lekker slapen en dan morgen weer door. Inderdaad, inderdaad. Beetje bewolkt, mega bewolkt, maar wauw. We zijn onderweg, het regent een beetje. Ja, een beetje. We zijn onderweg van Westpoort naar Sint-Josef. Dus ruim 3 uur rijden. Nee, bijna 4 uur rijden. Ja, maar ondertussen rijden we over de Great Coast Walk. Echt super mooie route. Ja, echt fantastisch. Echt en fantastisch. Als het goed is gaat het straks ook opklaren. En we zijn nu onderweg naar de Punakaiki... Pancake dingen. Iets. Daar gaan we zo heen. En dit is even een uitzichtpuntje. Ja, we gaan snel weer in de auto, want het is nat.
Nat weer. Lekker wandelen. Ja, het was er net droog toen we uit de auto gingen, maar het is nu weer nat weer, hè? Nattig. Toch eerst maar even een koffiestop gedaan, want het regende veel te hard. Het waaide vooral heel hard. Dat is echt te doen. Dus nu eerst even koffie en dan gaan we er echt in. Poging 2. Dat was hem. Ja. Gaan we door? Wat is nou, hoe kan het nou eigenlijk dat het zo op pannenkoeken lijken? Nou, Stel eens. Dat weten we dus niet. Nee, inderdaad, weten we dus niet. En wetenschappers weten het ook niet. Nee. Nou, we gaan weer door. Nog 3 uur rijden, toch? Jazeker. Yay! Hallo, we zijn er. Welkom, Frans Jozef. Frans Jozef. Waarom zijn we eigenlijk in Frans Jozef? Omdat als het goed is morgen in een helikopter gaan. Ja, je kan nu vanaf hier niet zien, maar dan kon je net wel in de auto zien. Maar daar is dus de gletsjer, de Frans Jozef gletsjer. En morgen gaan we de heli hike doen, als het goed is. Als het goed is wel, heel leuk. Gaan we ook met van die dingen onder onze schoenen en dan hiken. Ja, 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 super vet. Heel leuk. Echt een beetje het hoogtepunt, hè? Letterlijk. Als het goed is, van ons reis. Maar, Nee, dat was Nepal, denk ik. Ja, nee, dat denk ik ook wel. Dat was het hoogste punt. Het was even moeilijk om een plekje te vinden. Ja. Want we zochten een bepaald nummer en er staat dus ergens op zo'n kleine steen. Maar we zijn er. We gaan eventjes chillen, denk ik. Heerlijk. Relaxed. Relaxed. Klaar voor? Ik denk het. We gaan zien. Ik ook. Even als, lopen. Volgens mij kunnen we nog eventjes kijken. Oh, we kunnen daar zien. Daar zo. Daar gaan we heen. Cool. Klaar voor, hè? Ja, joh. Mutsie op. Alleen mijn wand nog. Ja, je wand nog. Ik zeg nog even een veiligheidsbriefing. Even junior maar 1 en ik. En jij? Ik ben 9. Zo. Zo, zijn we er klaar voor. Jij dan? Ja, ik ook. Mooi fanny pack, joh. Misschien mag je hem wel houden. Ik kan mooi veel in, ja. Staat me goed, of niet? Ja. Waar ben je? Hier. Lekker lopen naar de helikopter. Ja, zeker. Vet, hè? Daar is hij. Daarachter zie je die gletsjer ook weer. Cool. Gletsjer. Van deze dingen om onze schoenen om uit te kunnen lopen.
Dit is echt. Oh, echt bizar. Wauw. Daar komen we vandaan. En ze gewoon helemaal in het ijs. Oh. Wauw. Zo vet. Ja, wauw. Echt. Was het? Ja, laatste stapje op het ijs. Ja. Oh, ik krijg een instructie. Oké, de helikopter komt eraan. Dus we gaan weer terug richting Frans Jozef. En daarmee gaan we de vlog afsluiten. Ja, zeker. Morgen vertrekken we richting Wanneka. En dan zien we jullie daar weer. Wat vond je trouwens hiervan? Heel vet. Ja, echt gaaf, het gaafste wat we hebben gedaan. Dat denk ik ook. Echt super, super leuk. Dus bedankt voor het kijken en tot in Wanneka. Ja, doei.